vrije middag, lekker weer, ja, dan ga je natuurlijk shoppen. En als je gaat shoppen, dan begin je natuurlijk hier in de Grote Marktstraat. Er is hier de afgelopen jaren wel een hele hoop veranderd. En wat mij betreft laat het nog wel wat te wensen over. Maar misschien ben ik de enige die daar zo over denkt. Maar wat vind je eigenlijk zelf? Ben jij inwoner van Den Haag? Ja, dat ben ik. Ja, ik woon in Den Haag. Al 35 jaar. Ja. Ja, ik woon in Den Haag. Ja, ik woon in Den Haag. Ik woon in Den Haag, ja. Ik woon iets buiten Den Haag. Wat vind jij van Den Haag? Ja, super. Ja, echt helemaal te gek. Ja, het is echt een fijne stad. Ja, nou, ik ben eigenlijk best wel heel erg tevreden. Zeker een leuke stad. Niet zo heel veel meer. Ja, ik vind het een leuke stad. Het is dichtbij het strand en zo. Ja, de mensen vind ik wel leuk, ja. Het is gewoon mijn tweede huis. En zeker omdat ik een babytje heb, lekker naar de duinen, lekker wandelen. Alles in de buurt, zeker. Je komt wel dezelfde mensen tegen, ook al heeft het, zegt iedereen dat het een grote stad is, maar daar merk je weinig van als je in de stad bent. Zou je iets willen veranderen? Nou, het mag wel wat gezelliger, bijvoorbeeld hier, de Grote Marktstraat. Ja, geen bloembakje, niks, dus toch een beetje saaiig, vind ik. Ja, overal liggen straten open. Fijn zou vinden als we wat meer betaalbare woningen hebben, want je merkt nu toch, zeker als je huurt, is het gewoon best wel... lastig. Ik vind de binnenstad ook niet fantastisch. Dat het gewoon een keertje af is. Nou ja, ik vind zoals het verkeer is geregeld hier, vind ik echt helemaal kut. Maar doe jij daar ook wat aan of zeg je laat anderen dat maar doen? Mogen andere mensen lekker uitzoeken. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat denk. Ja, ja, ja. Nou, dat mogen andere mensen wel doen eigenlijk. Nou, laat maar hangen. Ik zie wel wanneer het over is. Weet je wie de baas is in Den Haag? Mijn vader. De burgemeester, denk ik. Ja, dat is de burgemeester. Ja. De burgemeester natuurlijk. Ja, we hebben een burgemeester en een college van wethouders. Ja, dat zal de gemeenteraad zijn, toch? Ja, dat lijkt mij. Ja. Stem je ook als er gemeenteraadsverkiezingen zijn? Ja. Ja, zeker. Tuurlijk, tuurlijk. Dan heb je invloed, zeg maar, op dat moment. Ja. Ja, ik stem tot nu toe altijd. Meestal wel. De laatste keer heb ik niet gestemd. Eerlijk is eerlijk. Dat zal ik bij de volgende verkiezingen toch moeten doen. Hoe vind je informatie als je iets over Den Haag wil weten? Ja, de VVV-kantoor. Ja, naar die grote witte koelkast die daar staat. Ja, ja. De beste manier om daarachter te komen schijnt te zijn om gewoon even naar de overkant te lopen. Naar ons eigen witte ijspaleis. Hoi en welkom bij Lekker Belangrijk. Een tv-programma speciaal voor ons, inwoners van Den Haag. Dit programma laat zien wat jij kan doen om Den Haag nog mooier en fijner te maken. Dus jouw stad, jouw wijk en straat staan centraal. Ik ga op zoek naar inwoners van Den Haag die een idee of plan gerealiseerd willen krijgen in hun stad, wijk of straat. Maar ook uitzoeken wat en wie je moet benaderen om dingen die jij belangrijk vindt in Den Haag te realiseren. Kortom, ik sta je bij met raad en daad. Maar gelukkig weet ik net zoveel als jij en moet ik dus bij nul beginnen. Ja, één ding weet ik wel. En dat is dat de beslissingen over onze stad Den Haag worden genomen door de gemeenteraad. Die zullen onze wensen en plannen dus serieus moeten nemen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want van politiek heb ik de ballenverstand. Maar dat heb jij vast al aan mijn haarkleur gezien. Onze zoektocht begint hier. In het stadhuis op de begane grond. En kijk, daar is Hanna. Die gaat ons helpen vandaag. Hoi Hanna. Hi Chris. Hi. Welkom bij het Den Haag Informatiecentrum in het atrium van het stadhuis. En wat is het Den Haag Informatiecentrum? Nou, als je een vraag hebt over Den Haag, over de gemeente of over de stad, dan kun je hier terecht bij de balie. Oké, nou dat wil ik wel eens even checken. Hallo. 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 Ik was net op de Grote Marktstraat en het viel me op dat daar eigenlijk niet echt bomen of bloembakken staan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dat is. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Leuk dat u geïnteresseerd bent in Den Haag. Ik ga even kijken of ik wat kan vinden over okay. De Grote Marktstraat. Het wordt een internationale winkelboulevard. Het moet echt een open karakter krijgen. Dus ze hebben niet gekozen voor bloembakken of bankjes. Oké. Okay. Dus, hoe heb je dit nou gevonden? Nou, wij halen echt alle informatie, ook projecten en alles wat eigenlijk met de gemeente Den Haag te maken heeft, halen wij van onze website. Mm-hmm. Dat is www.denhaag.nl. Oké, dus zoiets als wat jij net vond, dat kan ik eigenlijk zelf ook vinden op de website. Ja, precies. Ja, en als je nou zelf geen computer hebt thuis of geen internet, dan kun je
je ook hier bij het Den Haag Informatiecentrum even achter de computer kruipen. Er staan er daar vier. Kijk. Oh ja. Nou, kijk, dat kunnen wij ook. Zie je? Herinrichting van de Marktstraat. Op de website kun je dus allerlei informatie terugvinden over de stad, maar ook over de organisatie van de gemeente Den Haag en over de gemeenteraad. Welke besluiten er worden genomen, welke besluiten er nog genomen gaan worden. Wat heb jij toch met die gemeenteraad? Zit jij daarin of zo? Nee, ik kan niet zomaar in de gemeenteraad komen. Daar moet je voor gekozen worden door de inwoners van de stad. Maar ik werk voor de gemeenteraad als voorlichter. Okay. En mijn collega's op de Griffie en ik, wij ondersteunen de raad in het doen van hun werk. Dat is bijvoorbeeld het begeleiden van de vergaderingen. Hey, maar als ik het goed begrijp, dan is de raad een soort van de baas van de stad. Zeker. En die vergaderen dus hier? Die vergaderen hier in het stadhuis. Oh, maar dan wil ik daar dus wel eventjes een kijkje nemen. Is misschien bij de hand, maar vraag het je toch. Dat gaan we doen. Oké. Waarheen? Van deze kant op. Het is zo groot hier. Het is echt, ik heb geen idee wat we naartoe moeten. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar direct gekozen door ons Hagenaars tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De uiteindelijk 45 gekozen raadsleden zijn ook lid van een politieke partij. In de raad maken ze dus deel uit van een politieke fractie. De huidige raad kent 12 politieke fracties. Gezamenlijk vergadert de voltallige raad eens in de drie weken over de belangrijkste onderwerpen die spelen in de stad. De raad neemt de definitieve besluiten hierover en controleert of die besluiten goed worden uitgevoerd. Hier gebeurt het. Dit is de politieke arena van Den Haag. Hey, en wie zit dan precies waar? Hier zo zit de burgemeester. En dat is meestal de voorzitter. En daarnaast zit de griffier. Daarnaast en daarachter, daar zitten de wethouders, het college. En de rest van alle stoelen, dat zijn de stoelen van de raadsleden. 45 stuks in totaal. En waar vergadert die raad dan precies over? De raad vergadert over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. Het college, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de besluiten, stuurt de raad van tevoren plannen over de voorstellen. En als de raad het dan ergens niet mee eens is? Nou, dan kan de raad een voorstel doen voor een wijziging van het plan. En dat doen ze met moties en amendementen. En als zo'n motie of amendement dan wordt aangenomen door de raad, dan maakt het onderdeel uit van het voorstel. Als ik het goed begrijp, dan wordt het nog een hele lobby voor die bloembakken van mij op de Grote Markt. Nou, misschien kun je het even vragen aan Iris en Chris, twee raadsleden die daar aankomen lopen. Nou, mijn naam is Chris van der Helm. Ik ben raadslid hier in Den Haag voor de Partij voor de Vrijheid, de PVV. Nou, ik doe dat niet alleen. Ik heb nog 7 andere collega's van dezelfde partij. En ik ben niet alleen raadslid, ik ben ook nog student geschiedenis in Leiden. En jij bent Iris Michels van de VVD. Ook ik ben raadslid hier in Den Haag, samen met Chris, maar samen met 45 mensen. Met z'n 45 vormen wij de gemeenteraad. En jullie zijn dus 2 van die 45? Ja. En de gemeenteraad is opgebouwd uit een aantal vergaderingen. En die vergaderingen, de commissies, waar je me nu bij treft, omdat ik dat heb gedaan, die bereiden uiteindelijk de raadsvergaderingen voor. De commissie is dus iets anders dan de gemeenteraad, begrijp ik. Ja. En zoals je weet heeft iedere partij zijn eigen standpunt. Dat breng je al een stukje naar voren. Maar de echte politiek doe je in de gemeenteraad. In de commissie ga je eigenlijk nog op zoek naar allerlei antwoorden die je hebt op vragen. En doe je dat dan als gehele raad of doe je dat als politieke partij? Dat is altijd vanuit je eigen politieke achtergrond. Ja. En als voorzitter van de commissie, zit jij daar dan ook als partijlid? Op het moment dat je als voorzitter gekozen wordt voor die commissie en je neemt plaats in de voorzitterstoel, ben je onafhankelijk. Maar lukt dat jou ook? Ja, dat lukt mij heel goed. Ja? Ja. Dat betekent dat je soms jouw eigen overtuiging opzij moet zetten. Nee, dat hoef ik niet te doen, want ik neem geen deel aan de discussie. Ik zit daar eigenlijk als een soort spelleider. Zeg, als een soort scheidsrechter. Dus ik voetbal niet mee, als het ware, maar ik fluit. Als ik nou als inwoner van Den Haag iets wil weten, hè, waar moet ik dan naartoe? Moet ik dan naar een commissievergadering of naar een raadsvergadering? Je kunt allereerst proberen een raadslid te bellen. Ik kan jou dus gewoon bellen? Ja, ja echt? Nou, we zijn volksvertegenwoordigers. Hè. We zijn ook gekozen door de inwoners van Den Haag. En dan hebben we eigenlijk ook de belofte natuurlijk gemaakt naar de inwoners van, we zijn er voor jullie. Dus als we iets voor jullie kunnen doen, laat ons dat weten. Nou heb ik zelf ook een vraag. Want ik liep vandaag over de Grote Marktstraat en daar zijn helemaal geen bomen of bloembakken. En dan vraag ik me af,
Waarom is dat? Of komt dat misschien nog? Daar kan Chris antwoord op geven. Dat komt goed uit. Dat is ook mijn commissie. Daar wordt ook veel over groen en milieu gepraat. En de Grote Marktstraat is een doorgaande weg. Hè. Er kunnen nu geen auto's meer langs, maar wel de ambulance, de politieauto, die moeten daar wel door. Als er bijvoorbeeld nood is. En die bloembakken die zouden in de weg staan voor de ambulances of voor de politieauto. En hoe zit dat dan met bomen? Onder de Grote Marktstraat loopt natuurlijk de tramtunnel. Ja. En bomen die hebben natuurlijk ook wortels die diep de grond in moeten. Dus daarom staan daar geen bomen en bloembakken. Nou, dat wordt dus helemaal niks met die bomen van mij. Nou, dat valt wel mee. Een heel mooi voorbeeld, dat is in een straat als de Koninginnengracht. Daar staan 25 hele mooie kastanjebomen. En die bewoners, die hebben met z'n allen zijn ze bij elkaar gekomen, want die wilden graag dat die bomen blijven staan. Toen hebben ze een brief geschreven aan alle gemeenteraadsleden. En uiteindelijk hebben alle partijen in de gemeenteraad hebben gezamenlijk geluisterd naar de bewoners. En ik denk dat het voor jullie heel erg leuk is om daar nou eens even te gaan kijken wat het resultaat ervan is. Al enkele jaren is duidelijk dat er wat moet gebeuren aan de verkeers- en vervoerssituatie op de Koninginnengracht. Er is sprake van overvolle trams. De doorstroming voor zowel het openbaar vervoer als de auto is niet optimaal. Bovendien moet de tramspoor vervangen gaan worden en moet de trambaan geschikt worden gemaakt voor toekomstig nieuw trammaterieel. In 2009 heeft de gemeente de mogelijkheid onderzocht voor een tramtunnel. Dit blijkt nu allemaal veel te duur, waardoor er alleen nog de mogelijkheid overbleef om de tram bovengronds te laten rijden. Dit ten koste van 25 monumentale kastanjebomen. Of toch niet? Want er zijn een aantal mensen die heel actief bezig zijn geweest om deze prachtige kastanjebomen te behouden. Eén daarvan is Clara Visser en die staat naast mij. Clara, fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij bent een van de mensen die zich hard heeft gemaakt voor het behoud van deze kastanjebomen. Zou je me daar eens wat meer over kunnen vertellen? Wat heb je gedaan om te zorgen dat die prachtige bomen er kunnen blijven? Veel gedaan. Op allerlei manieren. Je moet natuurlijk kennis zien te verzamelen van waar gaat het eigenlijk over en waarom moet het eigenlijk. Als contactpersoon van de Bomenstichting hebben wij hier ons heel erg voor ingespannen om deze bomen te behouden. En dat zijn deze bomen? Met name deze 25 monumentale kastanjes. Echt imposant, indrukwekkend. Ze hangen prachtig mooi over het water. Wat ook een belangrijk aspect is, dat bomen de lucht zuiveren. Ze hebben een luchtzuiverende werking. Dus ze zijn ook nog goed voor de gezondheid. En hier rijden toch verschrikkelijk veel auto's ook nog. Dus heel veel uitlaatgassen. Dus dat zou ook wel fijn zijn als die zuivering er blijft. Want ik moet wel eerlijk zeggen dat ik ben niet per se zo heel erg bewust ervan. Maar als nou naar kijk, denk ik, god, zijn ook wel mooie bomen. En vroeger had je dus ook een beleid om bomen en tramrails naast elkaar te laten bestaan. Ja. Jij bent dus naar de raad toe gegaan. Ja. Maar hoe kom je daar dan terecht? Wat voor wegen moet je bewandelen om te zorgen dat je bij de raad gehoord wordt? De gemeente Den Haag heeft een telefoonnummer en een website. En daar kan je op vinden dat er verschillende raadscommissies zijn over verschillende onderwerpen. En dan kan je zeggen, ik wil daar graag inspreken. Ja. Want ik wil graag vertellen wat ik van het plan vind. Nou, dat kan. En dan krijg je 5 minuten. En dan hebben de leden van de gemeenteraad, die hebben jouw verhaal kunnen horen. Ja. En dat is natuurlijk belangrijk, want zij nemen uiteindelijk het besluit. En een uitgangspunt had kunnen zijn. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat lijkt me dus altijd lastig. Want dat is uw uitgangspunt, jouw uitgangspunt. Ja. Zijn die bomen. En zo'n gemeenteraad denkt misschien wel, we moeten zoveel mogelijk mensen in die tram kunnen stouwen, want dat is economisch belang. Natuurlijk, maar dat hoeft elkaar niet te bijten. En dat is precies waar je mee bezig bent geweest. Om te laten zien dat er via een alternatief allebei de kanten tevreden te stellen zijn. Klopt. We hebben een alternatief plan ingediend waarbij alle belangen tot hun recht komen. En dat heeft de wethouder ook ingezien en daarom heeft hij zijn plan laten varen en heeft hij ons plan overgenomen. Want hij zag ook wel dat de belangen hier veel beter gediend zijn. Clara, ik ben ook erg benieuwd wat daar hier nou precies gaat veranderen. Wat gaat er gebeuren? De tramrails wordt
enigszins verlegd. Dat wil zeggen, richting de gevels. En je ziet dat daar auto's geparkeerd staan. Oh, een tram! Daaruit blijkt dat die parkeerplaatsen wel opgeofferd kunnen worden. En dat hadden wij met de bewoners ook uitgemeten. Want je kan best zien dat dit een behoorlijk stuk scheelt. Nou ja. Om je tram neer te zetten. Of om maar de tram... betekent dat ze verder beginnen. Dus de trambaan schuift gewoon op in zijn geheel. Schuift op in zijn geheel. Wat moeten bewoners dan doen in de toekomst? Bewoners moeten hun mening kenbaar maken. Als zij vinden dat er in hun buurt iets gebeurt waar ze het helemaal niet mee eens zijn, dan stappen ze naar de leden van de gemeenteraad en zeggen: gemeenteraad, dit is geen goed plan van het college, wij hebben een beter plan. Het is natuurlijk wel belangrijk om met een eigen plan te komen, dat dan ook echt beter is en waar de buurt ook achter staat. En dan kan er op inhoudelijke gronden een besluit worden genomen. Dat is met de Koninginnengracht ook gebeurd. En het resultaat is dat deze bomen blijven staan. En dat zijn prachtige bomen, waard om te behouden. En we kunnen daar trots op zijn dat ze blijven. Ik zeg helemaal waar. Dat smaakt naar meer. Dus Hagenaar, laat je horen. Eens in de 3 weken komt de voltallige raad bijeen om de definitieve besluiten te nemen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen mag ze bijwonen. Als bezoeker neem je dan plaats op de publieke tribune. Je mag niet door de vergadering heen praten en ook geen spandoeken meenemen. Doe je dat wel? Precies, handhaven. En daar zitten we dan. Ik moet zeggen, ik vind dit dus best wel spannend. Over de reden waarom de gemeente dit doet, geld. En we vertelden over de mogelijke gevaren van op dit moment spreekt er dus iemand in, een inwoner van Den Haag. En ik zie ook dat de burgemeester er niet is, Josias van Aartsen, maar dat de vervangend voorzitter zit. En de vervangend voorzitter is Lieke Zandstra. Maar volgens mij gaat het nu dus helemaal niet over de Grote Marktstraat. Of naar deze raadsvergadering te komen. Waar het wel over gaat, dat kun je dus terugvinden op internet. Sterker nog, je kunt dit alles live volgen op het ogenblik. Precies in zijn werk gaat, dat gaan we nu zien. Alle vergaderingen worden opgenomen en zijn live op internet te zien. Terugkijken kan ook via de website. Hi Claudia. Hoi. Welkom. Welkom in het mediacentrum van het stadhuis. Nou, dankjewel. Het is groots, is het? Ja, absoluut. En ik zie hier allemaal verschillende beelden. Wat zie ik nu precies? Nou, overal in de gemeenteraad daar hangen camera's. Dus we kunnen alles volgen van dichtbij. En onze technische man die schakelt alles aan elkaar. Zodat we alles goed in beeld hebben. En zodat ook de mensen thuis het wel goed kunnen volgen. En via Den Haag TV is het nu ook live te volgen op dit moment. Oh. Je ziet nu precies wat er eigenlijk beneden gaande is. Dat is eigenlijk wat er hier... Ja, dat is inderdaad... Wat er hier gebeurt in de raadzaal. Nou Claudia, dankjewel voor je uitleg. Ja, graag gedaan. Oeh, nou, ik vind het wel knap dat ze dat volhouden een hele avond. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.denhaag.nl/gemeenteraad. De volgende keer zijn wij weer lekker belangrijk. Later!